zevende hemel in Hap staan zo'n 2500 religieuze beelden van verschillende heiligen. In september wordt moeder Teresa pas echt heilig verklaard, maar voor verzamelaar Frans van den Kamp was ze dat al lang. Hij maakte zelf dit beeld van haar voor in het museum. Voor mij was het al een heilige eigenlijk. Ja, het was een hele bijzondere vrouw natuurlijk. Toen ze in het klooster stapte, was ze eigenlijk dus dacht dat ding gevonden te hebben. Maar later bleek dus dat ze daar zich niet goed in thuis voelde. Ze had een andere roeping. Om daar weer uit te treden en daar met haar pakkie gewoon te verkassen naar India. Om daar in de sloppenwijken gewoon te werken voor de allerarmste mensen. Je wordt niet zomaar heilig verklaard. Daar zijn twee wonderen voor nodig. Bij het eerste wonder word je zalig verklaard. Dat gebeurde bij moeder Teresa in 2003. Een vrouw uit India had een foto van haar op zak en genas van een maagtumor. Er is nou een tweede wonder. In Brazilië is een man van meerdere hersentumoren genezen. Ook medisch onverklaarbaar. Maar dan weet je eigenlijk nog nooit zeker of het natuurlijk allemaal op waarheid berust. Nou, ze zullen natuurlijk die man die er is heel goed ondervragen. Ze doen het niet zomaar. Nee, er moet echt een grondige reden zijn om dat te doen. Zou dit de volgende heilig verklaarde kunnen worden, Pirke Donders? Dat zou natuurlijk heel mooi zien in de Brabander, hè? In Tilburg. Hebben we nog een wonder nodig? We hebben nog een wonder nodig, ja. Maar de wonderen zijn de wereld niet uit, hè?